Hallo, hallo boerinnen. Op deze dag van de boerin ben ik gevraagd om het te vertellen als burger, als stadse. Want ik ben niet van de boerderij, maar ik kom wel eens op een boerderij. En ik vind het leuk om mijn ervaringen te delen met jullie. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben ondernemer, woon in Amsterdam. En kom wel eens op een boerderij, maar heb eigenlijk mijn hele leven in steden doorgebracht. Ik ben geboren in Doesburg, in Gelderland. Ik heb er 18 jaar gewoond. Vertrok toen voor de studie naar Groningen. En ben daarna naar Utrecht gegaan, Utrecht stad. En woon nu alweer heel wat jaren in Amsterdam. Ik heb wel twee kinderen. Inmiddels 11 en 13, twee jongens. Heb eigenlijk geen familie op een boerderij of zo. Dus ik kom er niet van nature. Maar ik vind het wel heel leuk om met mijn kinderen af en toe naar een boerderij te gaan. Dus ik neem je graag even mee in mijn ervaringen met boerderijen, zowel privé als ook zakelijk. Zakelijk kom ik ook wel eens op een boerderij. In de hoop dat jullie daar wat aan hebben, dat jullie van een stadse horen wat zij interessant vindt, waardeert, gek vindt. Doe je voordeel mee. Het eerste wat ik wat me te binnen schoot toen ik hierover nadacht, waren de Campina boerderijdagen. Je zult wellicht dat vreselijk commercieel vinden. Ik vind het ook vreselijk commercieel, maar ik vind het toch ook leuk bedacht. En ik ben twee keer met mijn kinderen, toen ze nog 5 waren, 6, 3, 4, ik weet niet precies, naar een Campina boerderij gereden. Eén keer op de fiets, één keer met de auto. En om daar een paar uurtjes boerderij te beleven. Campina had daar dus een groot merk van gemaakt, een strik om gedaan, communicatie gedaan, zodat het bij mij bekend werd. Op die boerderij kon je de boer alles vragen. Nou, leuk. De boer had een overal aan. En de kinderen konden lekker scharrelen. Ze konden volgens mij slagroom zelf maken. Ze konden misschien wel koe melken, of nep koe of zo. Ze konden op een tractor klimmen, op hooibalen. En er waren heel veel andere ouders met kleine kinderen. Het was gewoon heel leuk gedaan. Al die jongens en meisjes met een polo-shirtje uit zijn bureau, die de vla uitdeelden, zeg maar. Dat was ook wel aardig, maar wel duidelijk stadse uitzendkrachten. Maar goed, de boer en de boerin, die heb ik wel toen even gesproken, denk ik. Mijn kinderen hebben zich daar ontzettend vermaakt. Dus ik als stadse heb die Campina boerderijdagen gewaardeerd. Ik ga ook wel eens kamperen. Ik hou erg van kamperen. Dat doen heel veel mensen ook niet. Maar ik hou wel van kamperen. En kamperen bij de boer vind ik dan heel erg leuk. Want daar is wat te zien en te doen. Ik hou niet zo van echt grote campings. Dus ik vind dat het leuk als het een beetje iets bijzonders is. Dus dan kijk ik wel eens op de websites van die kleine vereniging. SVR geloof ik. En dan staat er altijd welk soort bedrijf. Bij gemengd weet ik eigenlijk niet wat er bedoeld wordt. Is dat akkerbouw en veeteelt samen? Of is dat koeien en schapen samen? Dat weet ik echt niet. Ik ken jullie jargon echt niet zo goed. Ik weet bijvoorbeeld ook niet echt wat een loonwerker is en doet. Maar goed, ik zoek eigenlijk altijd wel een werkende boerderij. En dan liefst met koeien. En dan ook heel fijn als er ook een konijn is en een hond en een kat. En vinden mijn kinderen allemaal leuk. Dus ik heb dat een keer in Drenthe gedaan, gekampeerd. Ik heb wel eens in Gelderland ergens gekampeerd. En ik heb eigenlijk ook een boerderij ontdekt. 10 minuten rijden bij mij vandaan. Ik woon in Amsterdam. 10 minuten met de auto boven Amsterdam. Of een goed uur met de fiets ligt Katwoude. En daar is ook een boer. En die heeft ook een minicamping. En toen heb ik wel gerealiseerd dat het eigenlijk voor mij niet uitmaakt waar de boerderij ligt. Een boerderij is een boerderij. De vorm van het huis is natuurlijk in de regio, in verschillende regio's wel anders. Een koe is een koe. En een skelter is een skelter. Dus ik ben al een paar keer bij die boer geweest. Hij heeft skelters, wat mijn kinderen geweldig vinden. We mogen in de stallen. Er is iets van water waar je in kunt zwemmen als het heel heet is. We hebben daar ook wel eens echt verse melk van de boer gekregen. Vers uit de tank, superleuk. En je kunt lekker kamperen en een beetje fikkie stoken op de barbecue of zo. Dus dat vind ik erg leuk. Wat ik dan heel fijn vind, is als de boer heel duidelijk aangeeft, of de boerin, hè, wie ons ook heeft te woord staat, waar we mogen komen. Waar mogen we niet komen? Waar is het gewoon echt privé? En waar is het gevaarlijk? Beerputten of zo, of machines. Dus dat vind ik altijd heel fijn, als mij duidelijk wordt verteld waar we mogen komen en waar we niet mogen komen.
En dan laat ik mijn kinderen lekker scharrelen, ben ik ze even kwijt. En vind ik het alleen maar leuk als ze met verhalen thuis komen. Wat ik nou heb gezien, werd een kalfje geboren. Of, of ze hebben konijntjes en ik mocht hem aaien. Nou, dat vinden stadse kinderen gewoon al een belevenis. Wat ik ook wel kan waarderen is als er dan ergens folders liggen van wat te doen is in de buurt. En als die een beetje actueel zijn. Want je bent in een soort van vreemde omgeving. Je hebt je niet helemaal goed voorbereid. Je was even spontaan weekendje kamperen. En dan is het fijn als er wat foldertjes liggen van eetcafeetjes of een museum of dat soort dingen. Dat hebben veel boerderijen ook wel. Ik ken ook iemand die als beroep heeft of had om die folders dan weer rond te brengen voor allerlei regionale organisaties. Ik denk, oh ja, slim. Dan hoeft niet iedereen zelf al die folders te gaan rondbrengen. Dus dat doe ik ook graag, kamperen bij de boer. En dan zoek ik graag dus via die ene organisatie. En dan vind ik het belangrijk dat er beesten zijn. Oh ja, want bij Katwoude komen dan de dames om 6 uur langslopen, de koeien, op weg naar de stal om gemolken te worden. En die kun je echt bijna aanraken. En nou, dat vinden wij wel heel spannend en interessant om tegen het hek aan te staan en die koeien te bekijken. Ik heb ook laatst een fietsvakantie gedaan in Nederland met mijn Italiaanse vriendin. En het hadden dus heel weinig bij ons. Wel tent en slaapzakmatje en wat kleren. En toen gingen we ook kamperen op campings en ook 1 keer bij de boer in Friesland. En toen vond ik het heel fijn dat die boer zei, oh, we hebben wel wat plastic stoelen in de schuur staan hoor, pak maar gerust, dan hoef je niet op de grond te zitten. En dus ja, dat boer heeft natuurlijk enorme schuren met heel veel spullen, alle fietsers van alle kampeerders stonden daar in de stal. En dat denk ik, oh ja, jullie hebben ruimte, oh ja, jullie hebben ruimte. Want ik woon in Amsterdam op een appartementje en ik heb een klein bergingetje en heel anders. Maar dus die boerin toen zei van nou, neem gerust wat stoelen uit de schuur. Dat vond ik dan weer heel fijn. En als laatste ding hoe ik privé bij boerderijen kom. Is als ik ga fietsen. Gewoon op zaterdag of zondag. Gewoon recreatief fietsen. Of ook eens door de week. Ik ben ondernemer. Dus ik ga ook eens door de week met een vriendin ergens naartoe. Zijn de rustpunten. Ik hoop dat jullie ze kennen. Het is een merk. Maar het is niet in elke provincie actief. En ik vind het een briljante uitvinding. Het is koffie drinken op het boerenerf zonder dat je de boer lastig valt. Het zijn kleine tuinhuisjes met een bord ervoor. En dat bord staat vast vaak ook nog 200 meter verderop op de weg van binnenkort een rustpunt. Of je nadert een rustpunt. En dan zet je even je fiets neer en dan loop je het tuinhuisje binnen. Dan leg je €1,50 neer. En dan hebben ze daar meestal Senseo crema apparaat staan. En dan maak je voor jezelf een koffietje. Klein koelkastje met chocomel, ijsjes. Dus een inimini klein horecaatje, winkeltje. En ik neem aan geregeld met wel of niet vergunning. Maar goed, rust.nl is volgens mij de website. En ik vind het een briljante uitvinding. Want ik snap dat de boerin geen zin heeft in mensen op het erf. Mag ik even plassen? Maar je snapt ook dat fietsers af en toe even koffie willen. En dat er niet overal een café is of een horecagelegenheid. Dus ik als stadse word daar heel blij van. Dat wil ik ook even laten weten. Dan gaan we over naar de zakelijke gelegenheden. Ik ben ondernemer, ik help mensen en organisaties aan ideeën. En ik leid ook brainstorm sessies en ik geef ook trainingen in creatief denken. Dus ik zit regelmatig met een groep ergens in een zaaltje. En dat kan natuurlijk ook wel eens een boerenzaaltje zijn. Ik had vroeger zelf een website zaaltjeszoeker.nl, maar die heb ik niet meer, die is niet meer. Maar ik zoek nog wel af en toe een locatie ergens in het land. Meestal ken ik de omgeving daar niet. Dus dan moet je het of via doen of je moet via Google werken. En als ik dan een zaaltje zoek, bijvoorbeeld in de buurt van Zwolle, landelijk gelegen, maar wel goed bereikbaar, dan ga ik gewoon maar googlen. Je hebt natuurlijk een paar websites, vergaderen in het groen of buitengewoon vergaderen of zo. Nou ja, een paar websites waar je zelf zou kunnen aanmelden. Maar wij vinden het dan altijd heel erg leuk, wij kantoormensen, als het natuurlijk in een verbouwde hooischuur is. Als het uitzicht wijds is, als we een boerenlunch kunnen krijgen. Een zaaltje zoek ik regelmatig. En wat ik dan belangrijk vind, is dat het duidelijk staat wat het kost. Dat het duidelijk staat hoeveel mensen in de ruimte kunnen en dan in verschillende opstellingen. Dus een bioscoopopstelling of carré of een U-vorm. Want dat maakt uit. Ik heb een groep van zoveel en die moet in het zaaltje passen. En we moeten niet te krap zitten.
beamer, scherm, dat soort dingen. En is de koffie erbij in of is het apart? Nou, gewoon dat soort dingen. Ik ga niet eerst vrijblijvend bellen. Ik wil het gewoon allemaal op de site lezen. En als ik het onhandige site vind of niet duidelijk, dan ga ik je niet bellen voor vragen. Dan denk ik, hup, volgende. Dus verhuur jij een zaaltje bij je boerderij. Hou de website heel duidelijk. En als ik geïnteresseerd ben, ga ik jou pas bellen. Ik ga jou niet bellen als ik vragen heb. Tenzij ik het echt heel briljant vind. En ook heel belangrijk, OV-vriendelijk en parkeervriendelijk. Nou, parkeervriendelijk heb je natuurlijk altijd ruimte zat. Maar als je eerst met de trein moet en dan nog met de bus en dan nog 7 minuten lopen, dan is dat niet OV-vriendelijk. En de collega's halen elkaar natuurlijk nog wel eens op bij het station. Maar als ik een evenement organiseer waar mensen elkaar niet kennen, dan vind ik dat bijvoorbeeld heel belangrijk. Maar ik snap, op OV-vriendelijk scoren jullie natuurlijk niet zo hoog. Gelukkig maar, want jullie wonen in het groen. Ik heb naast ID Company, mijn bedrijf in ideeën, heb ik ook een netwerk voor ondernemende vrouwen opgericht, 12,5 jaar geleden. En dat heet Bites and Business. Dus eten, bites, en we praten over werk, over de zaak. Een heel groot deel heeft een eigen bedrijf, een ZZP'er, maar er zijn ook mensen in loondienst. En we vinden ons werk leuk. Het zijn mensen die bij elkaar komen om met elkaar te eten. Het is altijd, bijna altijd 's avonds eten we samen en dan praten we over werk. We helpen elkaar verder, we stellen elkaar vragen, we geven elkaar tips en ideeën, suggesties voor vraagstukken. En het is een hele leuke sfeer. Het barst van een leuke vrouw in Nederland. Het is ooit aan mijn keukentafel in Amsterdam begonnen, maar het zit nu op 28 plaatsen in Nederland. Dus van Groningen tot met Maastricht komen ondernemende vrouwen bij elkaar om met elkaar te eten. En daarvoor zoeken we altijd eetgelegenheden. De meest logische eetgelegenheid heet natuurlijk restaurant. Maar het is extra leuk. We doen steeds ergens anders. Dus we hebben nooit Groningen heeft nooit een vaste locatie. Zwolle heeft nooit een vaste locatie. En het is ook heel erg leuk om dat op een beetje een gekke plek te doen. In een schuur. In een theehuis. In een kunstgalerie. In een boswachtershuisje. Nou, noem het maar. Dus als jij een locatie hebt waar een lange tafel staat en stoelen en waar warm eten geregeld of geleverd of gemaakt kan worden, dan vinden wij dat ook leuk. En dan komt bijna iedereen altijd met de auto en die zet ze lekker op het erf en dan hebben we daar gewoon een fijne avond. Dan zijn we kort even geïnteresseerd in jouw verhaal, maar we hoeven verder geen rondleiding, we hoeven niets vermaakt te worden, want dat doen we allemaal zelf. We zetten 20 vrouwen bij elkaar en... Van 7 tot 11 s'avonds hoeft daar geen speld meer tussen, want we kletsen wel. Dus, en dat kan dus als jij een echte theehuis bent of zo, maar het kan ook als je zegt, nou, ik ben eigenlijk geen horeca, maar ik heb wel een ruimte met een lange tafel en stoelen. En ik ken wel een cateraar die dan wil komen aanrijden met spullen, dat zou ook kunnen. Dus kijk op de site van bites-en-business.nl. Of bij jou in de buurt een vestiging is. Ga een keertje meedoen. Je ontmoet daar ontzettend veel leuke vrouwen. En als jij een locatie hebt, geef het aan de coördinatoren. Vinden ze altijd leuk om te horen. En als laatste organiseer ik ook wel eens weekenden. Reisjes, ofwel voor Bites & Business, ofwel voor een andere groep. Zo heb ik een keer een schrijfweekend in een boerderij in Twente georganiseerd voor Bites & Business. En dan heb ik een groep vrouwen. Ik heb een trainster die iets verhaalt. En ik wil lekker buiten zitten. En we hebben er omheen eigenlijk niks nodig. We doen zelf de boodschappen, we koken zelf. En we hebben geen museum, et cetera, in de buurt nodig. Maar wat we wel nodig hebben, en wat altijd heel lastig zoeken is, zijn 1-persoonsbedden in 2-persoonskamers. Een deel van de vrouwen zegt, nee, ik wil graag een eigen kamer en daar wil ik wel extra voor betalen. Dat is natuurlijk ook altijd jammer en gedoe, want het blijft gewoon een bed leeg staan. Maar goed, als er allemaal 2-persoonsbedden zijn, dan kan ik daar met mijn groep niet terecht. Ik wil ook niet in een jeugdherberg, een kampeerboerderij. Het zijn 40-plus vrouwen, ze verdienen goed, ze willen gewoon wel een beetje comfort. Dus ik organiseer veel dingen voor volwassen mensen, of veel af en toe volwassen mensen, die een beetje comfort willen. Ook niet de hoofdprijs willen betalen. Maar 1-persoonsbedden in 2- of 3-persoonskamers. Dus als je bedden hebt, of als je nog bedden moet aanschaffen voor jouw bed and breakfast, of jouw probeer losse bedden die aan elkaar kunnen voor het stelletje en die uit elkaar kunnen voor 2 losse mensen. Dan ben je veel flexibeler. Want ik moet dat heel erg doorklikken bij boeking en bij hotels en bij
Airbnbs en bij boerderijen. En dan denk ik, oh, nee, te veel. Dan kijk ik al die foto's door en zeg ik, oh ja, nee, het is twee persoons bed, een grote ledikant, leuk, een boerledikant, maar kan niet uit elkaar. Ja, dan kan ik maar één iemand kwijt. Dus dat vind ik heel belangrijk bij accommodatie zoeken. Dat is volgens mij, dat zijn zo'n beetje mijn verhalen. Idcompany.nl voor ideeën. Ik doe wel eens brainstorm sessies. Ik heb ook wel eens met boerinnen of met boeren gebrainstormd over nevenactiviteit. Ik heb vroeger bij de Rabobank gewerkt. Heb ik ook wel eens gebrainstormd over de toekomst van de melkveehouderij. En Bites & Business. Als jij jezelf een ondernemende vrouw vindt, en ik denk dat je dat bent, ga eens een keer kijken bij Bites & Business. Je ontmoet er allerlei leuke vrouwen die allerlei verschillende beroepen hebben. Dus zeker niet alleen boerin, maar gewoon allemaal burgers. En wellicht komen we een keer bij jou eten, ergens in het land, op jouw locatie. Ik wens je heel veel plezier met je pakket, als je het al uitgepakt hebt, met het geven en met het ontvangen. En nou, wellicht tot ziens, ergens in het land.